Nog steeds hebben duizenden mensen het zwaar in Oost-Europa. Straks als het kouder wordt en er sneeuw ligt, komen de mensen vaak de deur niet meer uit. Zonder inkomen is een warme maaltijd niet vanzelfsprekend. Ik ben Agnes en ik ben al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de Dorcas Voedselactie. Ik sta hier voor de supermarkt, maar dit jaar kunnen we weer de actie niet organiseren zoals we dat graag zouden willen. Maar we kunnen wel online geld inzamelen en daarmee blijft het doel hetzelfde. Van de opbrengst zullen we ter plekke gezonde en voedzame producten kopen, die we nog voor de winter bij de mensen in nood zullen brengen. Daarnaast helpen we ze met het zoeken naar werk of het starten van hun eigen bedrijf. Ook geven we trainingen en willen we hen stimuleren om meer om te zien naar elkaar. Zo brengen we een blijvende verandering, waardoor onze hulp straks niet meer nodig is. Help mee. Geef voor voedsel. Ga naar dorcas.nl/voedsel.